Laura Tesoro beleefde enkele moeilijke jaren op de middelbare school. Laura worstelde met twijfels en voelde zich niet thuis op school. Maar alles zou veranderen toen ze zich inschreef voor The Voice. Blijf je graag op de hoogte van al het nieuws over onze BV's en wil je graag meer video's zoals deze zien? Abonneer je dan meteen op ons kanaal en geef deze video nu al een duimpje. Laura Tesoro zat nog op de middelbare school toen ze in 2016 meedeed aan The Voice. En op school liep Laura rond vol twijfels. Wat zit ik hier te doen? Vroeg ze zich af wanneer ze op school zat. Dit is niet wat ik wil. Laura geeft toe dat ze zich in het middelbaar een tijd zeer slecht heeft gevoeld. Ik was geen goede student en wist het allemaal niet goed, geeft Laura Tesoro grif toe. En het ging van kwaad naar erger. Laura volgde eerst Latijn om nadien over te stappen naar humane wetenschappen, om dan uiteindelijk toch woordkunst te doen. Pas toen ze woordkunst begon te volgen, werden haar punten beter. Maar uiteindelijk was het dankzij haar deelname aan The Voice dat ze haar weg vond. Als ik kon zingen, bloeide ik open. Het podium voelde aan als mijn natuurlijke habitat, vertelt Laura Tesoro over die eerste opnames van The Voice. Eindelijk had ze gevonden wat ze met haar leven wilde aanvangen. Op die leeftijd al weten wat je purpose is in het leven, vind ik een groot cadeau, vertelde Laura Tesoro achteraf. Maar het hield ook een risico in, want Laura besloot om na haar middelbaar niet verder te studeren. Plots was ze zelfstandige in een onzeker beroep en moest er brood op de plank komen. De zangeres geeft toe dat ze ups en downs heeft gekend en dat ze er nog steeds rekening mee houdt dat het plots allemaal gedaan kan zijn. Maar ze is wel trots dat het tot dusver gelukt is te leven van haar carrière, al houdt ze steeds een andere optie open. Toen ze voor de audities bij The Voice binnenstapte bij VTM, dacht ze meteen, wauw, hier wil ik later werken. En een job achter de schermen is dan ook Laura's vangnet voor als het ooit misloopt met die carrière op tv of op het podium. Want een carrière als presentatrice is haast even onzeker als een carrière als zangeres. Ja. Laura Tesoro hoopt natuurlijk dat ze het nog lang volhoudt, maar ze beseft dat er nooit garanties zijn. Soms komt er iets op je pad dat je totaal niet had zien aankomen en dat je leven kan veranderen. The Voice was zoiets voor mij, maar het kan ook iets negatiefs zijn, klinkt het nuchter bij Laura. En dan probeert Laura zich aan één levensmotto te houden. Volgens Laura is het enige wat je kan doen, van dag tot dag leven en volop genieten. Je kan niet voorspellen wat er op je pad komt, maar Laura wil vooral vermijden dat ze later tegen zichzelf zou moeten zeggen dat ze er meer van had moeten genieten. Geef deze video een duimpje als je enorm veel respect hebt voor Laura Tesoro en abonneer je zeker op ons kanaal voor nog veel meer video's over al je favoriete bekende Vlamingen.